Hij gaat rechten. Oh. Zo, voor het klem gezet. Hij uitstappen vriend. Oh collega's. Collega neer, ambulance door laten komen. Hallo mensen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, Alice Pluval en morgen. Vandaag ga ik op pad, of gaat Wim eigenlijk op pad in de regen. In de nachtdienst, het is echt rot weer. Ja, dat heb je soms ook in Nederland, hè, dat het keihard is aan het regenen in de nachten. En overdag weer kei warm is ofzo. Dus vandaag is zo'n dag. Ja. Geen bijzonderheden te melden tijdens deze dienst. Ja, eigenlijk één bijzonderheid te melden is dat ik vandaag eigenlijk met de hond een video zou uploaden. Maar die mod die krijgt, of ja, ik krijg hem misschien voor elkaar, maar vooral die mod vind ik dan krijgt voor elkaar dat op het moment dat ik die hond op iemand afstuur, crasht die. Dus ja, daar is niks aan. Dan kun je die hond wel bij je hebben, maar dan kan die niks doen. Hij kan achter niemand aanrennen, hij kan niemand vangen. Hij kan alleen erbij staan, kijken. We hebben een melding achtervolging van een tanker. Gezien het weertje, ja, omdat ik zelf al bijna niks zie, of ik zie wel veel, gaan wij gewoon gebruik maken van de optische en geluidssignalen. Oh, het is glad. En dat betekent dat mensen maar wakker moeten worden van mijn sirene. Wie gaat nou op een motor rijden hier s'nachts? Staan blijven. Staan blijven. Kut, daar ging de sirene. Zeg de volgende voet. Twee. Oké, verdachte getaserd. Oké, veel collega's over op vuurwapen. Ik ga even kijken of er nog andere mensen in die trailer zitten. Nee, zitten ze hier niet. Ja. En nu moet je weer takenlagen gewoon gaan vragen. En ik wil daar niet bij zijn als het op het moment dat die gesleept gaat worden. Want dan crasht mijn game misschien. Ja, ik wil het toch zien. En dan crasht je maar. Maar ik wil wel zien hoe die dat gaat doen. Wow! Dat ding ontploft dadelijk. Niet schieten jongens, niet schieten, niet schieten, niet schieten, niet schieten. Waarom schieten we? Oké, gaat keigoed daar. Nou, en wij gaan door. Volgende melding. Hoi. Er is een Grand Theft Auto geweest, oftewel de naam van het spel. En wat houdt dat nou eigenlijk precies in? Dat is autodiefstal met geweld. We rijden op dit moment parallel van het voertuig. Maar ik ga er nu een beetje achteraan. Shit. Oh, het is nog glad. Oh, het is heel glad. Oké, en we knallen op een paal. Dan regelen we straks allemaal wel. De paal maakt het goed hoor. Oeh, het is nog steeds. Het is echt even lastig dit. Nou, lijkt er vandoor te gaan, hè?
zeevoertuig aangetroffen, lijkt er vandoor te gaan. Snelheid 50. Eenheidjes erbij alsjeblieft. Rechtsaf langs politiebureau. Landelijke eenheid met de Audi zit er achter, maar die gaan mij weer ophouden, hè? Dat snap ik dan nooit. Dat heb ik laatst geloof ik al gezegd. Als je daar achter gaat rijden, dan denken die geloof ik van, oh, er zit een voorrangsvoertuig achter mij. Ik moet aan de kant. Dat is zo raar. Ah, ik dacht dat het hier doorkwam. Hij gaat rechter. Oh. Oké. We rijden tegen het verkeer in trouwens. Dankjewel takelwagen voor het zien. Hij gaat weer rechtdoor. Ik denk dat zijn stuur kapot is ofzo. Nou weer gewoon rechtdoor. Oh, een paal. Voertuig geramd, gaat nog steeds verder. Shit, nu hebben we nog een voertuig geramd. Uitstappen. Handen omhoog. Kom op, hé. Meewerken. Inderdaad. Liggen. Dus je bent aangehouden. Ben niet de onverplicht rechter, maar advocaat. Heb je dat begrepen? Aanhouding diefstal van een voertuig met geweld. Ik denk dat ik bijna niet bij mag hebben. Ik ga even fouilleren. Oké. Nou is er graag transportje deze kant op voor één verdachte aangehouden naar achtervolging. En we kunnen weer door. Hier staat iemand midden op straat. Geluk. Bedankt mevrouw politie. Waarom staat u midden op straat? Ik wil graag even een ID zien. Woonde hier toevallig in de buurt? Oké, Amy, kom even met mij mee. We gaan even op de stoep staan, alleen maar wat handiger. Het lijkt me een beetje een prostituee, maar zeker weet ik het natuurlijk niet. Lijkt niet verstandig om gewoon naar huis te gaan. Ze wil niet echt praten, goed. In ieder geval niet meer op straat staan, als ze loopt of wel. Melding prio 1, aanrijding letsel op de snelweg. Waarschijnlijk de bekende melding, maar ik weet het niet meer zeker. Ik heb nu een paar verkeersongevalmeldingen, maar het lijkt er inderdaad wel op. Nou, voor de mensen die hem niet kennen, ik hou wel eens geheim wat er gaat gebeuren. Voor de mensen die hem wel kennen, ja, die kunnen eventueel skippen of gewoon weer kijken hoe ik het ditmaal oplos.
Hoi. Ja, ik heb nou even talk to driver. Oké, ik zal eerst even, nou hij ziet er niet goed uit, ik zal niet met hem gaan praten, ik zal met de ambulance gaan praten. Goeiedag, hoe gaat het met hem? Ja, het ziet er helemaal niet goed uit. Hij zal wel overleven, maar hij heeft een best veel, even denken, ernstige verwondingen. Ik moet hem nu naar het ziekenhuis nemen. Oké, is goed. Doei. Ik ga even zo omlaag kijken, want ik moet even met de bestuurstor praten, maar er staat een voertuig die jullie nog niet mogen zien. Goedendag. Hoi. Gaat het, ja, agent? Vertel me alsjeblieft wat er is gebeurd. Ik weet het niet, mijn remmen deden niet meer. Het was zo eng. Ik probeerde echt om af te remmen. Wat bedoelde precies, de remmen deden het niet meer? Nou, ik heb de auto gisteren gekocht bij een dealer. Hij zei me dat alles oké was met de auto. Oké, kun je misschien het adres of de naam van de dealer vertellen? Ja, de naam is Los Santos Supercars. Oké. We trouwens nog even een ID zien. Voor de zekerheid even een rijbewijs. Oké, die is verlopen. Daar gaat u wel een bekeuring voor krijgen. En dat gaat ook niet meespelen in de verzekeringskwestie hier. Maar goed. Ja, dat regelen we wel als u weer veilig bent. Ik ga het voertuig laten afslepen. En dan ga ik alvast richting die Los Santos Supercars iets. Is hier om de hoek? Het is natuurlijk nacht. Ik weet niet of er iemand is. Gebruik maken van vrijstelling deed ik daar. En hier weer. Hier heb ik groen. En dan nu met spoed. Nou, kunnen we daar meteen achteraan. Ja, rij dan wel linkerbaan, die is vrij. Het is 3 uur 's nachts of zo, dus ik betwijfel eigenlijk of er iemand is, maar ze te zien wel. Wat een toeval, hé. Goedendag. Hallo, ben de eigenaar van dit? Ja, oké. In een paar, een voertuig van u is zojuist betrokken geweest in een, bij een ongeval. Oh, triest, heel triest. Het lijkt hem niet echt veel te boeien. Het lijkt erop dat iemand de remmen heeft beïnvloed. Kun u mij daar iets meer over vertellen? Ik heb absoluut geen idee, het spijt me schat, maar ik heb niet veel tijd. Oké, meneer, kan ik even binnenkijken? Ja, het zal wel. Oké, dan ga ik even binnenkijken. Heel goed. Nou, nu kunnen we het hele ding... nou, zoals ik al zei, ik ken deze melding, dus we kunnen nu wel de hele... hele gebied gaan rondlopen, maar zoals je daar al iets ziet zweven, dat moeten we hebben. Dat is een ding om de remmen mee te manipuleren. Dus die gaan we nu pakken. Dan gaan we weer naar buiten en dan gaan we de meneer even aanspreken. Lijkt erop dat hij al wegrijdt. Hij is al weg, ja. Kom hier, pannenkoek. Oeh, hij gaat rechts op. Ik dacht dat hij uit de voor ons was. Zo, voor de klem gezet. Hey, uitstappen vriend. Goed, handen laten zien. Je bent aangehouden. Verdenking veroorzaken ongeval met voorbedachte weet ik veel wie dat zegt joh. Graag een transportje deze kant op. En je voertuig kan hier niet blijven staan, dus gaan we wel even wegslepen hier. Veel schade aan mijn tyrannetje. Ja, een beetje. Hij dacht van ik heb niet veel tijd, ik ga gewoon alvast rijden. Maar dat trapt Wim niet in. Hallo. Hallo.
Ja, fijn dag verder. Oh, vrachtwagen. Aan de kant. De collega heeft noodknop ingedrukt. We hoorden hem al binnenkomen. Links vrij, rechts vrij. Een stukje rijden. Oeh, nu gaan we tegen het verkeer en dat moeten we niet hebben. Dat lossen we ook wel later op. Ik snap soms echt het verkeer niet. Links vrij. Ja. Zo. Het is ook het weertje. Vrij. Je hoort mijn stuur echt losgaan of heen en weer eens vliegen. Dat is normaal, elke drempel die je neemt, die voel je. Ja, hier zie ik dus echt niks. Hier moet ik echt rustiger gaan rijden. Hier is niet veel licht, ik zie wat autolichtjes voor mij. Oh. Zoveel mogelijk links rijden tot het verkeer tegengesteld ook ons ziet aankomen. Voor het geval dat er uitwijk... manoeuvres moeten gaan plaatsvinden. We zijn bijna te plaatsen. Oh, collega's. Collega neer. Ambulance door laten komen. Collega, hoor je mij? Collega? Hallo? Kom even rustig zitten. Wil je al opstaan? Oké. Goed. Hoi. Vertel. Wat is gebeurd? Ik ben geraakt op de achterkant van mijn hoofd. Oké. Oké, herinner je iets? Nou, een zilver voertuig, maar niet het model. Nog iets? Denk het niet. Shit, ze hebben een pistool gestolen. Oei, oké. Oké, kom maar. Ik breng je naar de ambulance. Oké, we zijn ter plaatse. Eerste voertuig ter plaatse. Ik ga groen aanzetten. Het betreft een aanval op de collega. Hij is van achteren aangevallen. En het lijkt erop dat zijn voertuig... dat hij op de achterkant van zijn hoofd is geslagen. En zijn voertuig is... of zijn voertuig... Zijn pistool is gestolen. Excuseer me mevrouw, heeft u iets zien gebeuren? Nou, ik zag je wel een persoon raar om zich heen kijken. Kunnen jullie de persoon beschrijven voor me? Nee, ik ben mijn bril vergeten vandaag. Ik kan echt niet veel zien vandaag. Kunnen jullie zich iets anders herinneren? Ja, hij is een Windsor tweede model ingestapt. En hij is in, in de richting van het noorden gereden. Dus die kant op. Heeft hij toevallig een kenteken gezien? Nee, dat heeft hij niet. Oké. Hey, mevrouw, heel erg bedankt voor de hulp. Goed, we hebben nog twee getuigen hier. Goedendag meneer. We wilden wel even haast achter zetten. Oké, heeft hij toevallig iets raars gezien in het gebied? Mag trouwens even stoppen met bellen. Laat me wel zo netjes. Ja, een raar voertuig. Oké, wat was zo raar van... wat was er zo raar? En ja, het reed naar de achterkant. Maar waarom is het raar dan? Nou, omdat normaal alleen vrachtwagens daar rijden. Oké, hoe zag hij eruit? Het was een zilveren Windsor tweede model. Oké, dankjewel. Ja, dat is dus hetzelfde model wat de agent bevestigt en mevrouw. De agent bevestigt een zilver voertuig, mevrouw en meneer bevestigen een Windsor tweede model. En meneer, hoi. Waarom staat u hier precies?
Is dat illegaal dan? Ik heb gewoon pauze. Oké, oké. Heeft u iets raars gezien in dit gebied hier de afgelopen tijd? Ja, een raar voertuig stond hier geparkeerd achter. Oké, waarom vond u hem raar? Nou, dat is alleen voor afleveringen van bij vrachtwagens. Ik heb het nooit eerder gezien hier. Oké, kunnen we ongeveer vertellen hoe het uitziet? Ja, het was een Windsor, het tweede model. Oké, heeft u toevallig het kenteken voor me? Het enige wat ik nog weet is dat het startte met 02Z. Oké, heel erg bedankt voor de hulp hoor, meldkamer. Oh, kijk eens aan, ze hebben meegeluisterd ofzo. Er is een voertuig gespot, een Windsor 2, 02Z, begint het kenteken mee. Ik zie niks, er komt een auto, maar goed. En die is in het richting van het noorden gegaan, dus wij gaan er met spoed naartoe. We houden rekening met het feit dat de persoon vuurwapens, of één vuurwapen heeft en een agent heeft aangevallen. En dus zijn vuurwapen heeft, wat ik al zei. Zou dit hem zijn? Nee, dan is het dit. Deze. Ja, dit is hem. Oeh. Dat is verhoord. Gaat er vandoor. Zegt de volging, we zijn uit het voertuig gevallen. Snel. Oh, hij komt terug. Uitstappen. 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 Handen omhoog. Liggen. Die ambulance wordt een cancel. Dat was per ongeluk. Oké, je bent aangehouden. Voor mishandeling van een ambtenaar in functie. Het stelen van een vuurwapen. Negeren stopteken. En dus ook het bezit zijn van een vuurwapen. Denk ik dan maar zo. Ik ga je fouilleren. Oké, hier komen. Op je knieën. Ja, ik wilde de sirene aanzetten met G, maar naast de G zit de F. En wat krijg je dan? Boom, dan val je uit je auto. Trouwens, alvast transport je deze kant op. Mensen, ik ga jullie bedanken voor het kijken. We gaan de nacht zo meteen, of we gaan de nacht nu afsluiten en we gaan richting stad om daar te beginnen aan de administratie. Misschien een wat kortere video, maar ik streef nu eigenlijk een beetje meer naar het 20 minuten opnemen, dan een beetje bewerken en dan heb je misschien een video van 15 minuten waar wel het een en ander in gebeurt. En dan heb ik liever dan dat ik 30 minuten opneem, moet editen en dan 28 minuten en dan ga kijken en dan zie je tot mensen maar 10 minuten kijken daarvan. Dus ja, ik denk dat ik daar meer aan heb. Ik zie jullie graag over 2 dagen bij een nieuwe video zoals altijd. En dat gaat zijn een roleplay video geloof ik. Tot dan, doei!